Jongens en meisjes, hier zien jullie de Templo Mayor, oftewel de piramide van Huitzilopochtli of zo. Dat was de belangrijkste tempelpiramide van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan. Je ziet daar straks een plaatje van. Hier lopen mensen in Mexico-stad rond deze tijd, dus ergens in 2010 is dit, lopen ze en hebben ze zicht op de ruïnes van deze oude Azteken-tempel. Mexico-stad ligt dus om de tempel heen. De ruïnes zijn... Ja, hier zie je een plaatje van de tempel, zoals die eruit moet hebben gezien. En het is ook wel interessant om op te merken dat de tempel verschillende keren is vergroot. Bij deze vergroting in 1487 vond er een van de grootste massa-offeringen plaats uit de geschiedenis van de Azteken. Men dacht eerst dat er wel 80.000 slaven werden geofferd, krijgsgevangenen, maar tegenwoordig denkt men toch aan iets van 4.000. De piramide had een hoogte van 60 meter. Op de top bevonden zich de twee heiligdommen voor de oorlogsgod en voor de regengod. Ze hebben allebei onuitsprekelijke namen, dus ik zal het niet proberen. De Azteken hadden slagwapens, steekwapens, stootwapens en pijl en boog. Maar ze probeerden vooral om hun tegenstander ook te imponeren. En dit is zo'n pak waar ze dat mee probeerden. Hier zien we een opgraving van een van de tempels. Nee, geintje hoor. Je ziet hier Louis Leroy uit Meldam uit Heerenveen. Een eigenwijze Fries die al een aantal jaren geleden bezig ging met de Eco-kathedraal. Deze kunstenaar heeft oude bouwmaterialen in Heerenveen heeft hij op elkaar gestapeld en daar onder andere dit soort tempels van gemaakt. Hij heeft oude culturen gebruikt als inspiratie voor zijn werk. Wat er al niet groeit en bloeit als je stenen op elkaar gaat stapelen. Misschien hebben jullie het ook wel in de tuin, dat je een paar stenen op elkaar hebt gestapeld. En dat je denkt van, hé, wat grappig, er komen allemaal planten en bloemen die ik niet had verwacht. Dat gebeurt ook in de tuin in Meldam. Ik ben er zelf een keer geweest. En dan krijg je dit soort tempels. Dit is zo'n tempel van dichtbij. En je kan je goed voorstellen, denk ik, dat over een jaar of 40 dat er allemaal plantjes tussendoor gaan groeien. Toen de tempels trouwens gevonden werden in de cultuur van de Azteken, toen was de hele boel overwoekerd. En heel lang heeft men niet die tempels willen ontbloten, omdat er gewoon geen geld voor was. Pas in de 19e eeuw is dat gelukt.